Yo mensen van Dusgaming Day, welkom hier weer terug bij een gloednieuwe video en dit is City Skylines. En zoals ik al had gezegd, gaan wij hier in deze serie opnieuw een stad proberen te maken. Ik heb al eens een keer eerder geprobeerd, kijk daarvoor seizoen 0 heb ik het maar genoemd, aangezien dat wij nu weer opnieuw beginnen. Wij gaan hier natuurlijk niet helemaal opnieuw beginnen bij zo'n... Bij een nieuwe stad. Wij gaan natuurlijk een klein dorpje eerst vooraf maken. Dat ga ik nu even in een speedbuild maken. Of ik knip het er gewoon helemaal uit. Hangt er vanaf hoe lang het duurt. Dus mensen, tot zo. Yo mensen, welkom terug. Ik heb inmiddels hier een klein dorpje kunnen bouwen van 480 mensen. Dus ja, hieruit gaan wij verder werken in afleveringen. Kijk, er is nu echt heel veel vraag naar meer huizen. Dus dan maken we hier ook wat meer huizen bij. Dan gaan we hier nog een straat bij maken. Dan gaan we hier ook nog wat huizen neerplanten. Hier ook nog. Kijk, hebben ze allemaal water? Ik denk het niet. Dus we gaan hier nog even leiding neerleggen. En daar. Even kijken.
gaan kijken of wij hier een basisschool neer kunnen zetten. Dat kunnen we. Dus dan hebben we hier een hele mooie basisschool. Kunnen we er nog wat huisjes omheen zetten. Huppakee. Dat is helemaal mooi. Die boten gaan hier ook gewoon dwars door weg heen, maar goed. Eens even kijken. Ook heel veel vraag naar industrie. Dus dan gaan wij hier nog even wat industrie bij maken. Oké, uiteindelijk gaat het hier wel weg voor mensen. Want hier komt natuurlijk een hele grote hoofdcity hier ook langs. Langs de kust, alleen ja. We hebben nu gewoon... gewoon even geen plek anders ervoor, dus ja. Dan moet het hier wel, hè. Kijk, er is nog steeds veel vraag naar... naar huizen, dus dan plaatsen we hier, gaan we hier nog even een weg langs doen. Hier ook nog, mensen worden ziek. Dat is niet zo mooi. Kijken hoe duur is dit ding. Oh, we zijn nu een gehucht. Ja, ik heb trouwens Nederlands staan, dus ja. Ik denk dat ik dit ding hier neer ga zetten. Jij gaat wat meer daarheen. Dan gaan wij nog wat meer hierheen uitbreiden. Die moet ook wat meer daarheen. Gaan wij hier deze ook nog even wat meer daarheen doen. Zo. Ik heb trouwens aardig wat mods geïnstalleerd. Dus dus ja, daar... daarmee hoop ik zoveel mogelijk leuke, ja, om alles zo leuk mogelijk te houden natuurlijk. Want met die mods kunnen we aardig wat leuke extraatjes doen en zo, die je anders niet kon. Zoals ook hier dat hoeveel graden alles zijn. Om het gewoon iets wat makkelijker te maken voor mij om alles te bouwen. Maar goed, we hebben meer inwoners nodig voordat we echt wat meer kunnen gaan doen. Nou, we kunnen ook inmiddels een high school gaan maken. En hebben we niet genoeg geld voor. Gaat met de lening. We kunnen 60. Die doen we gewoon. Stel wijken in. Nou, dat hoeft nog niet, denk ik.
kijken wat is het verschil. Studieplaats 1000, 15.000. Ik denk dat wij het beste deze nu kunnen. Weet je wat het is? Het is nog wel vroeg om zo'n ding te gaan plaatsen al, vind ik. Kijk, hier heb je de andere middelbare school, de normale. Kan pas vanaf 14.000. En de community high school, dus de andere. Ja, die kan nu al. Dit zijn namelijk mods allemaal erbij. Deze ook, denk ik. Ja. Hij heeft zeg maar nu alle mods vrijgespeeld. We gaan even Recycle Center hier neerzetten ook. Oh, nou, volgens mij is dat trouwens ook nog niet nodig. Hetgeen wat wel nodig is, is om hier water aan te leggen. Zodat die ook wat water hebben. Misschien wel leuk om hier een brandweerkazernetje neer te zetten. En een klein politiebureautje hier. Ik denk dat dat wel leuk is om te doen. Dat we deze weg door laten lopen. Dan laten we deze zo. Hoppakee. Er komt hier ook toch even een woonwijk te liggen. Dan moeten we ook even het water aansluiten natuurlijk. Hoppakee, mooi water aangesloten. Mensen, dit was de allereerste aflevering. Dus tot deel 2 zou ik zeggen.